Milan van Ewijk, een 3-jarig contract bij ADO Den Haag. Hoe voelt dat? Dat voelt heel erg uitstekend. Gewoon, je hebt er hard voor gewerkt en dan kan je eindelijk gewoon duidelijkheid geven aan iedereen waar je gaat tekenen. Ja, dat is gewoon prachtig. Wie is Milan van Ewijk? Een jongen geboren uit Amsterdam en die heeft heel veel meegemaakt met het voetbal. En ja, ik hoop dat ik mijn talent waar kan maken bij ADO Den Haag. Je komt van Excelsior Maassluis, er waren veel clubs geïnteresseerd in jou. Ja. ADO Den Haag heeft de strijd gewonnen. Ja, klopt. Jeffrey van As mij heeft aangeboden en gewoon het plan wat hij heeft verteld, wat ADO zeg maar, van plan is, dan ja, kan ik eigenlijk alleen maar ja zeggen. En het gevoel toen ik hier binnen stapte bij in het stadion, dat is gewoon belangrijk. Dus nu ben ik hier met ADO Den Haag, dus ik ben er blij mee. Ja, vind je het mooi, dat logo op je borst? Ja, het is zeker een mooi logo. En hij staat me ook goed, heb ik gehoord van nu, dus ik ben er blij mee. Ja, er werd gezegd dat er meerdere eredivisieclubs voor je in de rij stonden. Wat heeft dan de doorslag gegeven om voor ADO Den Haag te kiezen? Ik denk voornamelijk gewoon echt het gevoel wat belangrijk is voor mij dan. En ja, het plan is ook het belangrijkste. Dus vanuit daar mijn keuze voor ADO Den Haag. Als ik goed begrijp heb je in de jeugdopleiding van Feyenoord gezeten. Waarom ben je daar weggegaan? Door omstandigheden ben ik daar weggegaan. Ik had niet echt mee met mijn lengte, zo ik bleef een beetje achter in de groei. En daardoor kon ik me ook niet goed ontwikkelen met mijn kwaliteiten. Dus vandaar dat ik ben weggestuurd bij Feyenoord. Op vroege leeftijd gedebuteerd, daarna voor Excelsior Maassluis in de tweede divisie. Dit seizoen ook 6 assists. Je hebt echt je visitekaartje afgegeven. Ja, zeker. Dat was mijn bedoeling. Mijn bedoeling was zeg maar, om dit seizoen in het eerste door te breken. En het is me gelukt. En ja, vanuit daaruit proberen om naar een keukenkampioen divisieclub te gaan of naar de eredivisieclub. En hoe het nu is gaan is, ja, is gewoon prachtig. Daar droom je van dat het zo kan gaan. Je bent er rechtsachter, maar ben je dat altijd al geweest? Nee, eigenlijk niet. Van origine ben ik rechtsbuiten. Dus ja, het is wel een moeilijke switch geweest in het begin. Maar hoe ik het eigenlijk heb opgepakt, lijkt het alsof het niks is. Maar het is wel zwaarder dan rechtsbuiten. Is dat dan ook waarom iedereen zegt hij is een zeer aanvallend ingestelde rechtsback? Ja, ik denk dat het daardoor komt. Dus je kan verwachten dat ik wel veel eroverheen ga. Als ik ga spelen, maar ik ga er hard voor werken. Dus ja, we zullen het zien. Zie je jezelf al opstomen hier voor Midden-Noord? Ja, zeker. Ik hoop dat ik het waar kan maken, echt. Je hebt het contract voor 3 jaar getekend. Dat is ook een teken van vertrouwen van de club? Ja, dat is zeker een teken van vertrouwen. En dat is ook belangrijk voor mij, dat het vertrouwen wordt uitgesproken door hun. En ja, ik kan alleen maar genieten hiervan. Ja, je krijgt de tijd om jezelf te ontwikkelen hier, maar wat zijn je doelen? Mijn doelen? Ja, ik denk gewoon in het begin zal ik gewoon hard moeten werken om bij het team aan te sluiten. Want ik kom natuurlijk van de amateurs, dus ja, alleen hard werken en hopelijk kan dat beloond worden zo snel mogelijk. Zo snel mogelijk. Ik hoop gewoon dat het beloond kan worden. Voor nu gaat de glimlach in ieder geval niet van je gezicht, hè? Nee, zeker niet. Hopen we nog vaak te zien. Komt goed. Dankjewel, man. Yes.